Het ministerie van Defensie heeft niets te maken bij de uitvoering van het vonnis in de 8 december strafzaak. Dit maakte minister Krishnakumari Mathura van Defensie gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers bekend. De bewindsvrouw zei het volgende. Nee, het ministerie van Defensie heeft geen rol hierin. Het is een vonnis van de rechter. En we kijken uit natuurlijk de hele samenleving naar het vonnis van de rechter. En de waarheidsvinding eigenlijk en het vonnis. En de instantie die belast is met de uitvoering van vonnis is het Openbaar Ministerie. In samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie. Maar we weten ook de ouders zoals het van de minister. En als zodanig is het ook helemaal geen rol? Nee, het ministerie van Defensie heeft helemaal geen rol bij de tenuitvoerlegging van vonnissen. De bewindsvrouw van Defensie sprak ook over de orde en rust tijdens de feestmaand december. Met betrekking tot orde en rust hebben we als Defensie ook onze project Marbonsu gestart. Ik dacht gisteren. En dat is gewoon algemeen om de veiligheid. Want we merken al jaren dat rond kerstdagen, rond oud opnieuw, veel criminaliteit plaatsvinden, veel overvallen plaatsvinden. Dus we hebben onze operatie gelaunched gisteren. En dat betekent dat we extra zichtbaar zullen zijn in de gebieden Brokopondo, de weg naar Brokopondo, de weg naar Pokigrong, de weg naar Albina en de weg naar Nikeri. Daar proberen we dus meer surveillance te hebben en meer zichtbaar te zijn. En daarmee proberen we eigenlijk de veiligheid in heel Suriname op een aanvaardbaar niveau te hebben.